Weet je wat nou eigenlijk zo grappig is? Dit nummer komt eigenlijk overeen met het nummer wat Wilma B. Waterlily heeft gemaakt. Als je die video wil zien, link staat in de beschrijving. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige in echte zeep. In de vorige aflevering zijn we door de ijskeveren gegaan, waardoor dat we dus nu bovenuit de mist zijn. En dus geen problemen meer hebben bij de mist. En Garnet heeft een nieuwe naam gekregen, die noemen we vanaf nu Zelda. En we moeten naar de Village of Dali. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie heel eventjes laten zien. Er is hier een nieuwe vijand die we tegen kunnen komen. Namelijk een happy vijand. En ik ben zo blij dat we die al gelijk hier random tegenkomen. Vriendelijke vijanden, die zul je dus zeg maar gewoon kunnen encounteren. En dit is de Quizmaster, maar dit was eigenlijk niet degene die ik aan het zoeken was. De Quizmaster, die zal je een vraag stellen en dan moet je gewoon het goede antwoord eigenlijk, ja, met, ja, het is gewoon, waar of niet waar. Vraag nummer 1. Chocobo Forest is, tussen dat en dat. Limblum en... Denk het wel. Oh, ik heb het nog goed ook. Ik zat echt zo van, oh, dit weet ik niet helemaal, want we zijn er nog absoluut niet geweest. Nou, als je dus zeg maar de Quizmaster tegenkomt, dan krijg je dus zeg maar, volgens mij de eerste keer 1000 chill en dan gaat dan steeds verder omhoog, dus je krijgt constant geld van. Maar dit was eigenlijk niet de random encounter waar ik naar aan het zoeken was. Mijn excuses, beste kijkertjes. Nou ja, we hebben die in ieder geval ook gezien, de Quizmaster. Dat is dus een vriendelijk iemand en je kunt dus zeg maar hem wel aanvallen. Oké, we komen nou bij een... nieuwe vijand, dus we mogen het er niet uitknippen. Maar, ja. Hij is dus zeg maar wel erg handig. Oké, nou, we hebben dus geleerd dat ijsspreuken heel erg effectief zijn tegen insecten. Dus, ja, jij valt gewoon eventjes de python aan. Doe jij ons maar heel eventjes healen. Ik val die spin aan. En jij doet een ijsaanval, want die ken je nu. Oké, daar komt onze healingspreuk. Maar ja, je kunt dus ook friendly creatures tegenkomen. Je kunt ze wel aanvallen, maar dan zullen ze zeggen hoe gemeen dat je bent. En zullen ze gewoon weglopen en je krijgt er helemaal niks voor. Dus, geloof me, dat wil je niet. Maar de vriendelijke creature die we dus nou dadelijk gaan ontmoeten. Ik hoop dat ik hem snel kan vinden. Die is eigenlijk heel erg belangrijk voor een hele grote sidequest voor later. Dus, ik ga hem proberen te zoeken. En ik zie jullie in een seconde. Ja? Is dit hem? Of is dit nog een keer de Quizmaster? Nee, dit is hem! Hij is zo cute! Oh, hij is zo cute! Mag ik alsjeblieft een edelsteentje? Maar natuurlijk! Oh, kijk hoe cute! Hier, hier, neem er eentje. Neem er eentje, Mu. Neem er één. Oh, die is zo cute. Dankjewel. Zeg het meneer Spookje dat ik hoi zei. Die is zo cute. Oh, die is zo cute. Nou, deze friendly animals, die zijn dus zeg maar, die vragen je altijd om een edelsteen. En die zul je altijd zeg maar heel erg veel ability points geven. Dus die zijn heel erg belangrijk voor sidequests. Dus, sides. Voor een hele grote sidequest. Nou, zag ik dat, ja, onze roesbak die heeft Brightice ondertussen al geleerd. Die is nog bezig met level up, dus niet echt heel erg veel boeiends. Maar daarvoor wil je dus zeker dat eigenlijk doen. Dus later in het spel is het heel erg belangrijk, omdat je zo heel erg snel je abilities kan leren. Dus... Oh mijn god! Het is al... Het is een windmolen! Touwelig, de in is deze kant op. Ja, moeten we daar nou naartoe? Ik wil de windmolen zien! Ik weet het, maar laten we eerst even gaan rusten. We moeten ook nog eventjes gaan beslissen wat we hierna gaan doen. Dus, ja, laten we gaan. Nieuwe village, nieuw gebied, nieuwe chapter van het hoofdstuk van het boek Final Fantasy 9. Want ja, voor jullie kijkers is het eigenlijk net een boek lezen, alleen dan met plaatjes en tekst. Heb je dat gezien? Ja, dat zag ik. Village of Dali.
Nee, ik denk eigenlijk dat het een beetje een boek lezen is. Of ja, een boek kijken in dit geval. Met bewegende plaatjes. Voice acting. Ben je zelf op Play 20? Slapen tijdens het werk. Oh. Klop, klop. Wakker worden. Goedemorgen. Goedemiddag. Oh, sorry. Spijt me. Dude. Ik weet dat ze aardig en dat ze er lief uitziet. Maar het is echt brutaal om te staren. Sorry. Ik was niet aan het kijken naar de jonge vrouw. Ik was, De kamer is aan die kant. Doe alsof dat je thuis bent. Ja. Zeepie? Waar moet ik slapen? In dezelfde kamer, waar anders? Maar Zeepie, ik kan niet! Luister, ik weet hoe je je voelt, maar deze kleine dorpjes en hun kleine ints, die hebben geen privékamers, dus dat gaat niet werken. Iedereen naar binnen. Ik vind het gelijk grappig. Leroy die staat er gewoon gelijk zo van... Verdorie, ik ga zo. Ik zo'n roestbak van... Drambals. Als ik die aap in mijn handen had, dan zou ik... Zo staat hij daar eigenlijk. Maar goed. Vertel me nog één ding voordat we gaan slapen. Toen we jou ontvoerden, toen wou je eigenlijk... Vertelde je al dat je het kasteel weg wou... dat je het kasteel wou verlaten. Waarom wou je het kasteel verlaten, Zelda? Oh, als het theaterschip niet was neergestoord. Dan zouden we nu in het gebied van Limblum zijn. Dus jij wou Alexandria verlaten? Ik snap het. Dus als je niet als wij niet gevangen waren... Oh, als jij niet gevangen was en ik niet gevangen was... Dan zouden we nu bij Limblum zijn geweest. Maar nu moeten we dus zeg maar via de Southgate ter voet. Grens oversteken, dit wordt lastig. Zeepie, alsjeblieft luister. Er is een reden waarom ik dit koninkrijk moet verlaten. Ik kan je niet vertellen waarom, maar alsjeblieft. Oké, ik begrijp het. Ik krijg je wel naar Limblum, op een of andere manier. Ik heb genoeg gehoord. Prinses, je kunt nooit, maar dan ook nooit, de woorden geloven van een dief. Hij mag misschien jou wel maar in meer gevaar brengen, net zoals wat hij heeft gedaan in de Evil Forest. Ik smeek je, prinses. Alsjeblieft, kom met mij terug naar het kasteel. Ik weet dat ik het een beetje heb verbrast in Evil Forest. Al weet ik niet eigenlijk hoe, maar goed. Er is geen twijfel mogelijk. Ik zal Zelda protecten met mijn leven. Dus beschermen, protecten, sorry. Alsjeblieft, doe niet zo raar, man. Ik ben degene die de prinses zal beschermen. Nu en voor altijd. Oké, vertel me dan maar eens nu. Hoe denk je dat je haar terug gaat brengen naar het kasteel dan? Ik denk al van een manier. Echt serieus, ik was zo scheidsziek van jou, jij somme dief. Master Towler! Hij was moe. En jij moest weer gaan lopen schreeuwen. Wat? Laten we gaan slapen. Die verstomme, die stem. Echt, hij geeft me overal de schuld van. Objection. Even, we moeten Leroy wel hebben, hè, Germ. Het zal toch niet die Leroy zijn, hè? Wat een mooie stem. Wie zingt er? Wilma B. Waterlily. In de reactie, in de commentsectie of in de beschrijving. Link. Die heeft het namelijk gezongen. Ik heb nog nooit zo'n mooi nummer gehoord. Was dat Zelda die zong? Tuurlijk. Als jij dat denkt. Oh, iedereen is al wakker. Ik vraag me af waar ze naartoe zijn. ATE-tijd. De Towler is in de war. Oké, Towler, waar ben je naartoe gegaan en waarom ben je in de war? Wat gebeurt er? Hey, jij bent... Ik ben de Towler van de Towler Gaming. Nee, niemand? Proberen jullie mij nou te ontwijken? Jongens? Niet lief. Kom op, de Towler Gaming is awesome. Schijn nou eens uit met dat wegrennen voor hem. Hé, wat ligt hier? Waar is dit? Receive potion. Oké, nou dat is altijd handig. Wat hebben we hier? Kleur voor kleur toekomst vertellen. Dus nou laten we het een keertje doen. 10 gil. We hebben 1000 gil gewonnen, dus waarom ook niet? Er zijn goede dagen en er zijn slechte dagen.
Je kan misschien heel erg beter zijn, maar je kunt ook heel erg ziek worden. Kijk uit om items te verliezen en vreemden te ontmoeten. Je kunt beter thuis blijven vandaag. Je gelukskleur voor vandaag is blauw. Juist. Oké, dus ik kan maar beter binnen blijven. Oké, nou hier hebben we dus nog een gratis antidote en dan gaan we maar eens verder op onderzoek uit. Want hey, het is een nieuwe stad en misschien kunnen we nog wel een leuk winkeltje hier vinden. Oké, we hebben hier Zelda probeert. Zelda probeert wat? Oh, ik vraag me af of het kasteel in orde is. Ik bedoel, we hebben behoorlijk daar een ophef veroorzaakt. Moeder is veel te ver gegaan. Ze hoefde niet te vuren op het schip. Zelfs ook al was het om mij te redden. Ik vraag me af hoeveel mensen de pijn hebben gehad. Ik hoop dat de schade niet te groot was. Oh, sommige mensen konden wel dood zijn gegaan. Net zoals in de Evil Forest. Old lady. Je staat in mijn weg, kind. Kind? Oh, het spijt me. Ik bedoel, sorry. Kinderen vandaag de dag. Wat is er met kinderen vandaag de dag? Kun je mij dat eventjes vertellen? Waar ben je mee bezig? Kun je niet zien wat ik aan het doen ben? Ik ben de ongedierte aan het uitmoorden. Hier bij de kroppen sla. Je bent de ongedierte aan het uitmoorden? Ja, dat is wat ik aan het doen ben. Echt serieus, insecten zijn als monsters. Ze vernietigen heel onze kroppen sla als je ze gewoon maar rust laat. Kroppen sla? Hier, daar heb je er een. Oh, dat is een oeklop. Oeklops eten groenten? Je bent rare. Meeste meisjes haten oeklops. Oh, is dat zo? Nou, ik heb er eigenlijk nog nooit zoveel van u gezien. Oh, wacht. Zebi vertelt me dat ik eigenlijk net moest doen alsof... Weet je wat? Ik doe net alsof dat ik het niet... Tot ik ze eng vind. 1, 2, 3... Oké, dat was pointless. Maar ja, Zelda probeert in ieder geval wel in te blenden. Hé, je hebt het Gummo. Ik heb een brief voor je. Van Moas, ja. Van Moas de Gummo. Yo, man. Ik zat helemaal vast in het ijs met een dude met wingdoffen op zijn rug. Ik met vleugeltjes. Telliskindy was voorbij gekomen zonder iets te doen. Dat is toch brutaal, of niet dan? Natuurlijk kon ik zeggen, want ik was bevroren in het ijs. Hij is altijd zo brutaal. Ik snap het niet. Maar ik ben wel blij dat Telliskindy nog aan het reizen is. Ik kan niet wachten om van hem te horen. Ja, heel erg leuk, serieus. Jij wil mail, die wil mail, die wil mail. Serieus, ik ben geen postbode! Ah, weer een ATJ. Katoog. Het oog van de kat. Miauw. 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 Oh, jij bent het. Wat moet ik doen? Oh, ik wil mijn broer geen gelijk geven, maar iedereen die maakt geld behalve ik. Oh. Hey, was die klant niet aan het reizen samen met... Ik hoef hem niet de waarheid te geven. Ik moet voor alleen maar eigenlijk te vertellen over dat gastje. Ik weet niet wat hij aan het plotten is. Boeit me ook heel erg weinig. Nou, laten we eens even kijken of we iets in de shop kunnen kopen. Want natuurlijk is het altijd handig om dingen in de shop te kunnen kopen. Bye! Nou, Mage Masher, dan weet ik dat we hier nog eentje nodig gaan hebben later in de toekomst. Dus wil je hier eentje kopen? Broodsoort hebben we, ironsoort hebben we, rot hebben we. Dus de Mage Staff, die hebben we, Wrist, Leather Wrist, die willen we een paar kopen. Die kunnen we dan een andere equippen. En we willen ook de Featherheads, willen we ook 3 hebben. En voor de rest geloof ik niet eigenlijk dat we hier iets nieuws hoeven te kopen. Ik zou alvast 1 Phoenix Vinger kunnen verkopen, maar ik denk dat ik het hierbij laat. Dus ik denk op zich dat we wel goed zitten met items zo. Eventjes dit automatisch weer doen, dus staat alles even goed geregeld zo. Mooi! Nou, dan hebben we in ieder geval alvast weer een paar nieuwe equipment. Dan kan ik mezelf dus ook eventjes de nieuwe wrist geven. Dus mijn stats increase dan weer. En dan kan ik weer Beast Killer aanzetten, mocht het eventueel nodig zijn. En... ja, waar gaan we naartoe? Laten we hier eens even kijken. Ik ben de burgemeester van deze dorp. Wie ben jij? Ik heb het druk. Laat me rust. Nou... Well, excuse me, mayor.
Sorry, die grap moest gewoon heel even. Towler! Jouw video's zijn awesome. Hey Towler, hoe gaat-ie? Zeepie. Niks. Ik zat eigenlijk te denken. Ah, ik snap het. Je hebt een meisje ontmoet. Nee, niks van dat. Oh, nieuwe video. Vertel. Wacht. Even terug. Ga me toch niet vertellen dat je niet van meisjes houdt, hè? Ik heb eigenlijk nooit nagedacht over dat soort spul. Ik denk altijd aan meisjes. Niet waar, hoor. Ik ben populair met alle meisjes in Limblum. Ja. Kom even bij mij langs als je even wat meisjesproblemen hebt, oké? Okay? Girl talk. Ja, tuurlijk. Whatever. Bedankt. Oké, nou, we moeten beslissen wat we moeten gaan doen. We kunnen hier niet blijven. Dus ik ga heel eventjes op zoek naar Zelda en Roesbak. Dus vind jij het eigenlijk om eventjes dan terug te gaan richting de inn? Ja, nee, ik kom daar wel terug. Dus waar was je eigenlijk naar aan het kijken? Niks. Maar ik hoor een geluid de hele tijd en dat klinkt als... Kwee. Oh, dat is het geluid van de Chocobo. Hey, ik zie je straks in de inn. Oké. Wat is een Chocobo? Chocobo? Hey, verdorie! Laat me los! Weet je wat? Vergeet Roespakkie. Ik bedoel Leroy. Ik bedoel wat zijn naam ook is. Boeit me niet. Jackie. Vraag maar of Zelda is. Zelda tries harder. Die Cat's Eye 2 die heb je niet echt nodig, maar Zelda tries harder die heb je dus weer wel nodig. Oké, ik moet met dit meisje gaan praten en proberen te leren hoe dat normale mensen spreken. Welkom! Kunnen we praten voor een momentje? Praten? Ja, wat verkoop je? Yves! Jatja, kan je niet zien dat ik met een klant bezig ben? Maar ik heb net iets zo awesome gehoord. Awesome? Kun je niet zien... Kun je niet zien dat ik aan het werken ben? Please, alsjeblieft, let niet op mij. Hier is een kans om te luisteren naar een gesprek. Dankjewel. Nou, dat was zoiets awesome, want ik heb iets gezien. Ik ben op de Towler's kanaal gekomen en die heeft awesome video's. Weet je wel, en... Oké, sorry. Ik weet niet waarom, Ik vind het echt hartstikke gaaf kanaal en daarom kan ik het niet vaak genoeg zeggen. Dus mijn excuses als ik het een beetje vaak doe, maar ik bedoel, ik kwam met dit idee, hij vond het een hartstikke leuk idee en ja, maar goed. Zelda, daar ben je. Waar is ze naar aan het kijken? Een pot. Een stukje gras. Een pot. En een stukje gras. Pot. En weer naar een stukje gras. Zeepie! Ik bedoel, Zeepie! Hey, heb je koorts of zo? Je gezicht is allemaal rood. Het is niks. Ik ben in orde. Je doet toch wel raar. Wat? Ah, ik snap het. Je doet het goed. Je doet het hartstikke goed. Dankjewel. Ik deed het ook goed in het toneelstuk, of niet? Ja, je was Ruby. Ik ben een hele grote fan van dat toneelstuk. Ik bedoel, ik heb ze allemaal gezien. I Want to Be Your Canary is een van mijn favorieten. Oh, echt? Is Ruby dat vrouwke met dat rare accent? Ja. Moet ik meer als haar klinken? Nee. Ze heeft een heel raar accent als ze aan het praten is. En elke keer als we haar nadoen, schiet ze in de lach. Dus doe maar niet. Dus klink maar als jezelf, maar gewoon met een beetje plattere praat. Ik begrijp, Okidoki. Hey, we moeten beslissen wat we vanaf hier gaan doen. Dus zie ik je terug even in de inn? Wat ga jij doen? Ik kom ook zo terug. Okidoki, ik zie je zo. Goed zo, je begint echt te klinken als een dorpsmeisje. Misschien is de grens passeren niet zo moeilijk op zo'n manier. Dankjewel, ik had veel plezier. Oh nee, facepalm moment. Waarom doe je dit nou, Zelda? Waarom? Doei! Doei, dat is mijn tekst. Dus, maar goed, we hebben nog meer. Cat's Eye 2. Miauw! Oh, de blik op zijn gezicht. Oh, hij heeft iemand gestuurd om het gelijk op te halen. Alles wat ik nu hoef te doen is stil te zijn en wachten totdat mijn gasten vertrekken. Doe gewoon net alsof ik slaap.
Oké, dat is nogal een beetje verdacht. Denk ik. Weet je, ik denk dat ik Leroy gewoon met rust later gewoon terug naar de ingang. Maar ik wil heel eventjes kijken of die burgemeester nog steeds busy is. Nee, hij is nog steeds busy. Flame. Maar voor de rest zijn er maar eigenlijk weinig volwassenen. Ik bedoel, je ziet overal kinderen. Zelfs achter die shop stond een kind. Dus, nou ja, maakt niet zoveel uit. Leroy kan het bekijken. Nee, ik wil eigenlijk niet met jou praten. Je bent saai. Hey Zelda. Wilco hier al? Ik bedoel, de touwler hier al? Heb je lang moeten wachten? Ik heb de touwler gevraagd om hier snel te zijn. Of om hier terug te komen. Dus hij zou hier ook wel terugkomen. Wat vind je van het dorpje? Beetje anders, hè, als een kasteel. Ja, de kinderen hebben heel veel energie. En er zijn zoveel dingen om te kijken. Ik heb nog nooit zo vrij rondgelopen in mijn leven. Maar, waar zijn alle volwassenen? Ja. Normaal gesproken zie je ze heel erg veel in de boerderij hiernaast de village, maar... Maar die farm is nogal klein. Ja, dat is ook wel weer zo. Maar er is iets raars gaande hier. Wanneer dat we de touwen zien, gaan we terug. Maar... Wat doen we dan met Leroy? Ik heb een goed idee om eigenlijk de South Gate te gaan, voorbij te gaan. Dus het wordt heel makkelijk. Ik bedoel, ze zijn niet op zoek naar de rest van ons. Dus we hoeven alleen maar jou eigenlijk een beetje te verstoppen. Dus vergeet Roesbak. Laat alles aan mij over. En verplichte ATJ. Oké. Okay. Queen's Brains Roesbak. Leroy G. Oké, okay, ik heb het... Vuur voor de open haard heb ik netjes opgeruimd. Dus ik wacht op jouw orders. Het is mijn taak om de bar schoon te maken. Waarom doe je dit allemaal? Sorry. Nou, dat je eventjes de tijd hebt. Kun je me misschien eventjes voorstellen aan wat volwassenen? Bijvoorbeeld je vader. Mijn papa komt nog niet lang thuis. Dat duurt nog wel eventjes. Pas als het avond wordt. En alle andere volwassenen zijn ook aan het werken. Ze komen hier niet overdag. Normaal gesproken zijn dit soort plaatsen echt een hele goede bron van informatie. Wacht, ik hoef het niet aan een volwassene te vragen. Ik kan jou het ook wel vragen. Ik moet weten wat voor transportmethodes jullie gebruiken in het dorpje. Ik kan je helaas niet vertellen waarom. Maar er is iemand die ik moet begeleiden naar het kasteel. Ben jij van Alexandria Castle? Dat klopt. Ik ben de leider van de Queens, Knights of Pluto. Ik ben Albert Leroy G, kapitein van de Knights of Pluto. Knights of Pluto? Oh. Nou, als jij van het kasteel bent, dan denk ik dat het oké is om het jou te vertellen. Je kunt naar de observatorium gaan, dat zit hier zeg maar een beetje aan de zijkant. En aan de top van de berg, daar staat een huisje. En daar woont een hele oude man, en die heet Morrit. En die kan je wel wat vertellen, want die gaat over de cargo ship. Cargo ship? Dus dat stukje vliegend metaal brokstuk, dat vliegt naar deze dorp toe. Ah, dankjewel. Wacht. Ja? Dankjewel voor het schoonmaken. Nee. Het is ik die jou moet bedanken voor jouw assistentie. Ik moet opschieten. Dus Leroy is nog steeds bezig met de prinses terug te brengen naar Alexandria, terwijl Zelda net zelf heeft gezegd van dat wil ik niet. Leroy, wat ben jij een backstabber? Dus ja, zoals ik eigenlijk dacht, we moesten zeg maar daar in die villa moesten we dus zeg maar, daar moesten we inbreken. Daar moesten we insluipen. Maar ja, de koningen die waren daar iets aan het doen in dat gedoe, dus ja... Ik moest daar eigenlijk kijken, maar wat is er mis? Verveel ik je? Oh nee hoor, je verhaal is super interessant. Maar ik maak me zorgen over de touwler. Waarom is hij nog niet terug? Ja, je hebt wel gelijk, hij is laat. Ik maak me geen zorgen over Leroy, maar de touwler, dan ja, hij zou terugkomen. En hij is altijd degene die de waarheid vertelt. Hij maakt altijd zulke geweldige video's. Zal de player er nou eens over op? Oké, sorry. Laten we voor hem zoeken. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Jawel, dat kun je wel. Het is nou klaar. Goed.
Nou, hij ligt nog steeds te maffen. Laten we eventjes naar die plek toe gaan waar de touwler is. We hebben eigenlijk al gezien wat er met de touwler is. Wacht eens een minuutje. Laatste keer dat ik de touwler zag, stond hij daar. Laten we eens even gaan kijken. Hoorde ik daar een chocobo? Chocobo. Chocobo? Touwler zei dat hij hier een chocobo hoorde. Is daar iemand aan het huilen? Nee, ik ben verkouden. Het komt van dat gaatje. Goh, meen je dat nou? Touwler? Zeepie? Ben jij ondergrond? Kun je bewegen? Ze hebben mij gevraagd om hier te blijven. Ben je gewond? Nee. Maak je geen zorgen. Ik krijg je er wel uit. We schieten op. Dus blijf waar je bent, oké? Oké. Maar, beste kijkertjes, we doen dat dus, zeg maar. Wat gebeurt er in dit dorpje? Er moet een manier zijn om ondergronds te komen. Laten we dat dan voor gaan zoeken. Oké. Maar goed, dat doen we dus in de volgende aflevering. Dus heb je een leukste momentje of een vraag over deze aflevering? En het blijkt wel op zo'n heel erg klein dorpje. Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Morgen gaan we dus ondergronds op zoek naar waar dat touwler naartoe is gebracht. En hoop ik jullie dus natuurlijk allemaal te zien. Dus ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal te zien. Morgen dan gaan we op zoek naar de touwler. En sorry dat deze aflevering weer zoveel cutscenes heeft. Maar morgen wordt het een stuk spectaculairder. Want dan gaan we dus op onderzoek uit. En waarschijnlijk komt er dan weer een boss battle. Spoilers! Ik zie jullie morgen. Day!